En dat was dus onze hoofdfilm voor vanavond, Funny Face, met in de hoofdrollen Audrey Hepburn en Fred Astaire. En dan nu, dames en heren, een tussen aanhalingstekens nieuwe aflevering van Steve Bain en Zoon, die als titel meekreeg Full House, omdat vader Steve Bain uiteindelijk alle troeven in handen heeft. De opname dateren van zo'n 20 jaar geleden en dat houdt dus in dat ook de aflevering van vanavond in zwart-wit wordt uitgezonden. Hey, Pieter, jongen. Ik had je helemaal niet binnen horen komen. Oh, nee? Nee, ik ben hier druk aan het werk en dan hoor je helemaal niet wat er gebeurt, hè. Zal ik je wel even aanlaaien? Is dat gebeurd? Oh, ja? Je meent het, ik heb er helemaal niks van gemerkt. Ik heb alles belang uit mijn lijf staan schreven, maar ja, jij had het natuurlijk te druk. Ja, jongen, ik ben hier. Ik heb vanmorgen het bovenportaaltje gedaan. En nou ben ik hier weer bezig. Het is een verschrikkelijk bewerkelijk huis, hoor. Je hebt nogal aangepeest, zie ik, hè? Ja, jongen. Ja, sjouwen en douwen de hele dag, hè. Ja, jongen, er komt geen eind aan. Ik zei eens wat vertellen, Dirk. Toen jij vanmorgen de deur uitging, ben ik begonnen. En uitblazen is er helemaal niet bij geweest. Je staat weer knap door te draaien als ik het zo eens voel, hè? Wat bedoel je? Nou, dit kussen op je stoel is bloedheet. De gloed slaat er vanaf. Jij bent natuurlijk meteen overeind gesprongen toen je mijn hoorde binnenkomen, hè? Niet eerder. Jij hebt hier de hele dag zitten pitten. Nee, niet waar, Dirk. Ik heb in het apenzuur gewerkt, hoor. Werkelijk. Hoe komt die stoel als zo warm? Leg mij dan eens uit hoe die stoel zo warm komt. Huh? Nou ja, de kat heeft erin gelegen. Ach, natuurlijk, de kat. Ja. Ja. Sinds wanneer hebben wij een kat? Kijk, Dirk, de kat van de buren. Ja, dat is de enige aanspraak die ik heb de hele lieve lange dag. Weet je? Niemand die er eens een keertje met mij kon praten. Nou ja, alleen die kat natuurlijk. Arme, zielige oude man. Hè? Zo eenzaam en zo alleen. Ja. Alleen nog de kat van de buren. En het moet wel een schrikbarend groot beest zijn geweest ook, hè? Zoiets ongeveer. Ja, wat sta je nou weer te meijeren? Nou ja, ik wil maar zeggen, met zo'n beestje in huis, nietwaar? Zo'n grote kanjer is het toch eigenlijk zonde dat we zijn tijd laten verdoen in zo'n stoel, hè? Die fortuin met slapen. Zo'n beestje moeten we voor de kar spannen. Hm? Het paard is een keer de vrije dag. Ja, goed. Je vader heeft een oogje verschoten. En wat er nog? Mislukte Sherlock Holmes. Zo is dat. Ja, wat geeft het? Zou je ook nog niet de vingerafdrukken van de flessenkast nemen? Hè? Niet eens zo'n slecht idee. Nee, Dirk, laat maar. Ik heb een neutje genomen. Ik had ineens weer zo'n last van mijn hart, jongen. Ik dacht dat ik erin bleef. Weet je, als ik geen slokje brandewijn had genomen, had ik het nog niet zeker geweten, hoor. Trouwens, even zo vrolijk denk ik toch dat ik een wegrakertje heb gehad, hoor. Minstens 1 of 2 minuten ben ik buitenwester geweest. Ja. 2 flessen helemaal leeg. Zit het allemaal in die 2-3 minuten? Ja. Of heeft het die kat van de buren soms ook een slokje genomen voor de schrik? Behandel mij toch niet altijd als een verdachte? Altijd niet de lol uit mijn leven. Daar heb jij zeer veel plezier in, hè? Zeer veel plezier heb mijn zoon Dirk daarin. Weet je wat jij moest doen? Je moet naar de militaire politie gaan. Weet je dat? Dan krijg je een paar mooie glimmende laarzen en een witte helm op je kop. Ik hou maar ledig aan de feit. Ja. 2 lege flessen. En een bloedhete stoel. Ja. Dat is voor mij genoeg. Weet je wat jij bent? Hm? Een smerige, oude, luie zuipschuit. Ja, zoekersgeldboer, dan neemt jouw vader niet, begrijp je dat? Dat is een bewezen feit. Dat nou nog moet overkomen. Dat mijn eigen vlees en bloed me besmeurt met zulke onwelvoegelijke woorden. Ga liever een bakje koffie zetten, man. Ja, weet jij hoe jij jouw vader behandelt? Als een voddebal. Gaan we een bakje koffie zetten? Ja.
En steek een paar koffieboontjes in je mond voor je het gas aansteekt, anders ontploffen de walmen van de alcohol die uit je bekkie walmen. Oh, oh, oh. Ja. En maak de voort alsjeblieft, want om 7:00 vanavond moet het hele huis aan kant zijn. Waarom zo'n haast? Ik krijg bezoek. Oh ja. Dat had jij dan wel eens eerder kunnen vertellen. Vertel het je nou. Nou, dat is wel brutaal, hè. Dat had je mij dan wel eens om toestemming mogen vragen. Ja, het is mijn huis. Ik ben hier geen kostganger. Weet jij veel of het mij gelegen komt? Of het mij wel uitkomt? Ik had zelf wel bezoek kunnen krijgen. Jij? Ja. Bezoek? Ja. Verwacht jij bezoek? Nee. Maar wat zemel je dan? Ik wijs je alleen maar op je slechte manieren. Hé? Jij hoort aan mijn toestemming te vragen. Jij hoort te vragen of ik er geen bezwaar tegen heb. Goed, goed. Als jij er dan plezier in hebt, zo is het hoor. Vader? Huh? Zou u er bezwaar tegen maken wanneer ik vanavond een paar kennis in uw woning ontvang? Ja, heel toevallig heb ik er bezwaar tegen. Dan heb u pech gehad, vader, want dan komen er een paar kennissen van me. Oh, zo. En wie zijn dat dan wel? Mag ik dat misschien weten als vader zijnde? Ik kan niet iedereen in mijn woning toelaten. Ja, in de tijd van de poep is je woning een duiventil. En dat wens ik te voorkomen. Begrijp je dat? Wat is dat? Ah, blijf eens voor mijn gasten. Zo, 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 zo. Augurkies. Uitjes. Ja, stil maar, hè. Je hoeft mij helemaal niet te vertellen wat ik heb ingeslagen. Nee. Zal we een uitje nemen? Nee. Hé. Hey. En wat is dat, Dirk? Kaas. Ah. Kaas. Zal ik even een toosie halen? Je blijft eraf met je handen. Dat is voor mijn gasten. En voor mij. Kaas. Voor beide wijn. Voel je wel? Oh ja. En tel ik niet meer mee. Ik verrek van de honger en er is geen eten in huis. Dat is je eigen schuld? Nee, dat is niet mijn eigen schuld. Op dit dinsdag. En op dinsdag neem jij al de patat friet bij met een kroket. En ik heb nog niks te schans gehad. En dat gaat me juist al zo verheugd. Op een portie patat in kroket. Alsjeblieft, hier heb je een zak zoutjes. Eet leeg en hou alsjeblieft je mond. Oh, moet ik daar het leven behouden bij zak zoutjes?